Mijn tweede jaar op de academie. Ik zit in de richting architecturale beeldende kunst. Eerst en vooral heb ik geduld nodig omdat het vaak zeer ingewikkelde tekeningen zijn en je mag niet meteen alle moed opgeven. Dus heb ik ook doorzettingsvermogen nodig. Je moet ook heel netwerken met veel oog voor detail. Ik koos deze richting omdat ik geïnteresseerd was in film en ik wou daarmee verder doen. En ja, daarom ja. Ja, je moet vooral creatief zijn en weten hoe je met camera's moet omgaan. Ja, ik vond GWP-fotografie eigenlijk het leukst, omdat dat meer in situaties was en zo. En dat vind ik altijd de leukste foto's. Ik vind analoog fotograferen het leukst, omdat ik vind gewoon, omdat je dat meer moet doen. Digitaal is al meer automatisch en daarom vind ik analoog leuker. Hallo, mijn naam is Jarne en ja, ik ben 15,5. Ik zit nu al een jaar op de academie en ik doe de richting audiovisuele vorming. Waarom koos ik deze richting? Wel ja, je bent met de camera bezig en dat is handig voor als je YouTube doet nu eenmaal. Opdrachten, ja, museumopdracht. Dan moet je toch wel wat stukjes reizen naar een andere stad. Ah, ja. Ja, ik vind digitaal toch leuker, omdat dat makkelijker is. Je kunt minder fouten maken dan bij analoge fotografie. Voor een print of zo? Ja. Wij beginnen dan maar niet. Ja, dat kennen we, hè.